Dit kabinet bezuinigt Nederland kapot. Belast Nederland kapot. De belastingen gaan omhoog. De BTW gaat omhoog. De huren gaan omhoog. En de pensioenen worden gekort. Dit kabinet geeft miljarden uit aan ontwikkelingshulp. Aan Europa, aan Griekenland en aan Spanje. En bezuinigt op zaken die voor Nederland belangrijk zijn. Wat Nederland nodig heeft is belastingverlaging in plaats van belastingverhoging. De PVV komt in het verzet tegen dit kabinetsbeleid. Steun ons verzet. Pleit voor belastingverlaging in plaats van belastingverhoging. Teken vandaag op deze site met ons uw verzet tegen het verschrikkelijke kabinetsbeleid. Geert Wilders terug van vakantie en zijn PVV is zo'n beetje in alle peilingen de grootste partij. Als geen ander weet Wilders met zijn gevoelige politieke antenne in te spelen op maatschappelijke onvrede over bezuinigingen en aanhoudende crisis. In onze peiling vandaag stijgt de PVV tot 26 zetels. Nou, het is heel veel. In sommige peilingen staan we zelfs nog hoger. Maar het toont wel aan dat niet alleen de PVV het goed doet, maar dat ook het kabinet er een enorme puinhoop van maakt. En mensen echt behoefte hebben aan een ander beleid. Kijk naar de economie, de belastingverhogingen. En nu opnieuw komen er miljarden aan belastingverhogingen aan. Terwijl we wel gewoon geld hebben voor Griekenland wat 10 miljard meer nodig heeft. Dus mensen worden daar woest om, snappen daar niets van, vinden dat ze een baan kwijtraken, dat de bedrijven failliet gaan. En dat moet echt anders. De PVV zit in de flow omhoog en wil dit vasthouden en uitbouwen. Wilders gooit een nieuw wapen in de strijd, de demonstratie. Voor het eerst in de geschiedenis van de PVV vraagt Wilders zijn aanhang de straat op te gaan tegen het kabinetsbeleid. Ik denk dat we daar in het begin, rond die boom, dat daar een podium komt te staan. Eind deze maand zal het hier op de Koekamp in Den Haag vol moeten stromen. Hoeveel mensen verwacht u? Nou, ik hoop toch wel op 1000 man. Dat zou wel mooi zijn. Ik vind toch helemaal niks voor u een demonstratie? Ik vind het een beetje een linkse hobby. Nou, weet u, ik denk niet dat het een linkse hobby is om het land in te gaan. Om een verzetstournee te organiseren. Om het kabinet de oren te wassen. Om hier op het Koekamp met veel mensen te laten zien dat genoeg is genoeg. Dat ons mooie land niet kapot moet worden belast en bezuinigd. Volgend jaar maart zijn er gemeenteraadverkiezingen. Net als vorige keer doet de PVV wederom alleen mee in Den Haag en Almere. Is het zo langzamerhand niet tijd dat breder wordt? Als alle partijen dat doen, ja, dan hoe moet dat dan met die besturen in die steden? Nou, niet alle partijen doen het toch. Ik geloof dat de oudere partij of 50PLUS in geen enkele gemeente meedoet. Maar misschien de volgende keer dat we in meer gemeenten meedoen. Het is nu, denk ik, verstandig om een pas op de plaats te maken op gemeentelijk niveau. Om ons nogmaals vooral nu te richten op of landelijke verkiezingen die hopelijk snel gaan komen. Maar in ieder geval op de Europese verkiezingen. Volgend jaar dus ook verkiezingen voor het Europarlement. De PVV gaat daarin samenwerken met andere anti-Europa-partijen. Waaronder het omstreden Front National van Marine Le Pen uit Frankrijk. Toch een partij met de geschiedenis van jodenhaters. Past dat bij u, jodenhaters? Nee, in tegendeel. Wij zijn denk ik de grootste vriend van de staat Israël in het Nederlandse parlement. En ook de huidige chef van het Front National, mevrouw Le Pen, wordt zeer gewaardeerd in zowel Joodse kringen als Frankrijk en ook in Israël. Weet u, mevrouw Le Pen heeft een paar jaar geleden de interne verkiezingen gewonnen en is haar vader opgevolgd. En ik denk dat vriend en vijand er wel over eens is dat ze er een fatsoenlijke partij van heeft gemaakt. Zitten geen anti-Joodse elementen meer in die partij? Zoals vroeger was dat namelijk onbetwist een feit. Nou, ik heb het over mevrouw Le Pen. Met haar heb ik gesproken. Ik heb niet met iedereen in die partij gesproken. En mevrouw Le Pen die zegt tegen mij van luister, wij hebben wat dat betreft helemaal niets daarmee te maken. We hebben lessen getrokken uit het verleden. Natuurlijk zal het haar nog een aantal jaren duren om haar hele partij in die zin te veranderen. Dus ik zeg niet dat er hier en daar niet nog wat elementen van oude partijmensen zijn. Maar zij wil een andere koers inslaan, heeft dat ook gedaan. Op dit moment heeft de PVV 4 zetels in het Europees Parlement. Wie bij de komende verkiezing van mei volgend jaar de lijsttrekker wordt, is nog niet helemaal duidelijk. Heeft u overwogen om zelf op die lijst te gaan staan voor die Europarlementverkiezingen? Dat weet u. Het is denk ik goed dat u de lijst nog maar even afwacht. Ik ga daar verder nog helemaal niets over zeggen. Maar het wordt een spectaculaire lijst, dat kan ik u nu al vertellen. Maar
U sluit niet uit dat u daar zelf... Nou ja, dat is uw conclusie. Nee, niet, maar dat vraag ik. Nee, mijn antwoord is alleen maar dat ik daar nu nog niks over ga zeggen. Het zou een leuk nieuwtje zijn voor ons. Zeker, dat zou zeker een nieuwtje zijn. Maar ik kan het u niet geven, want u zult nog even geduld moeten hebben.